Hallo lieve watermannen van mij. Kijk eens wat ik voor jullie heb. Lekker veel mooie kaarten. Van Divine Animal Oracle. Van Stacy DeMarco. Ik heb de Queen Oracle Moon kaarten. Ik heb de Archangel Inspirational Cards. En ik heb de Tarot van het Goede. En ik leg 26 kaarten voor je. Ik ga even stoeien met de props. Ik leg 26 kaarten voor je. Het is dus een stuk langer dan de andere readings. Ja, want ik had zelf erg veel behoefte aan wat verdieping. Dus ik echt jullie wat mee kan geven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, prachtig, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, spannend, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26. Ik zeg halleluja. Halleluja. En het totemdier wat ik voor je heb is de deer. En kijk hoe mooi die tevoorschijn komt uit een ander universum, een ander galaxy. En de deer gaat over grenzen. Over je eigen grenzen, over het respect wat andere mensen voor je kunnen opbrengen, voor jouw grenzen. We komen in maart in Pisces season en dat is helemaal spekkie naar jullie bekkie. Jullie kunnen daar extreem goed in opereren. Omdat jullie hoofd zo open is, omdat jullie hoofd zo Neptunian is. Jullie zijn de wetenschappers, jullie zijn de visionairs, jullie zijn eigenlijk wel de grote geesten van het universum. Omdat het zo grenzeloos is. Jullie zijn een zee zonder deuren. Misschien moet ik het zo wel noemen, een zee zonder deuren. Zo open, zo bereid om eigenlijk mee te werken met dat universum. Het lijkt wel of ik krijg daar zo'n beeld van mijn hoofd. Dat de eb en de vloed, het gaat er zo doorheen. En jullie zijn zo in sync met het universum. Hoe mooi is dat? Dat is een bepaalde dream state. Hoe analytisch jullie in de buitenwereld en hoe... Want er is weer zakelijk succes. Ja, het zal niet, zou ik bijna zeggen. Het is alleen heel belangrijk om die emotionele grenzen van jullie te bewaken. Want jullie zijn ook bereid nergens een punt van te maken, alles goed te vinden. Wil je afzeggen? Oké. Wil je niet afspreken? Oké. Het is heel belangrijk om dat emotionele stuk van jullie ook goed te ontwikkelen. Want grenzen afbakenen heeft alles te maken met respect. Maar vooral respect voor jezelf. En wat ik zodra ik begin over die... Ik kom zo aan de kaart, hè. Maar zodra ik begin over die emotionele grenzen afbakenen, zeg ik, misschien moeten jullie je daar eens een keer mee laten ondersteunen door iemand. En of ik dat nou ben, of een andere fijne, empathische coach. Dat analytische kunnen jullie al. Oké, nu dat hart open. Hoe ga je dat dan doen? Want er is dus heel veel liefde voor je. Kijk, en dan zeg ik darkness, maar niet als in een depressie, maar eigenlijk wat dat stuk betreft het niet weten. En dan zeg ik, oké, als je erin durft te gaan, in dat niets, in dat wat je niet weet, kan het leven unexpected, mooie dingen, dus de blauwe maan, prachtige dingen naar je toe, de zeven, brengen. Zonder dat jij weet waarom en het door hebt. Jullie zijn geneigd, is 7
van aarde, Seven of Pentacles. Maar eigenlijk te kijken naar bepaalde stukken in je leven waarvan je zegt van, daar heb ik zo hard voor gewerkt. Ik heb nu alles op orde. Ik heb een leuk buitenhuisje. Ik heb een mooi kind. Maar ik heb nog niet de connectie. Ik heb nog niet de zielsconnectie. Misschien heb je hem wel al gehad een keer in je leven. Dat kan. Maar nu niet meer. En dan emotioneert me dat. Dat maakt je eenzaam. Dat maakt je eenzaam. En ik zeg, dat is melancholie. Dat is melancholie? Ja. Het is niet de waarheid. Want de waarheid is de twee van vuur, dat is de zeven van vuur, is de twee van vuur. Je weet heel goed wat je wil. En je weet heel goed waar je naartoe moet. En naar wie je toe moet. Alleen je doet het nog niet. Dus je bent al gereed, maar je hebt het nog niet gedaan. En ik zeg, die stap gaat je in je power zetten, gaat je alles brengen waar je naar verlangt. En ook mentaal, de twee van lucht, zal je dat heel erg, het pink is in de mond aan het kroelen. Met een dekentje, ik hoorde snurken, een soort varkentje. Het zal je heel erg, helemaal in balans, zie je op de fingertips, balanceert ze twee mooie vogeltjes met een kroontje erop. En ik zeg, lieve schat van me, of lieve schatten van me, de liefde klopt aan je deur. Maar jij moet hem open gaan doen. Kippenvel, Rad van Fortuin, zeg maar wat je wil tegen het universum. Hij moet goed kunnen koken, zij moet goed kunnen koken. Moet een creatieve, grappige geest zijn. Totale monogamie en veiligheid. Misschien is het wel reizen. Misschien is het wel in je broek samen lachen. In je broek samen plassen van het lachen. Misschien is het wel, nou, vooral allemaal dingen doen die je nog nooit gedaan hebt. Spannende, leuke dingen. En dat kan ook op muzikaal gebied zijn. Hè? Dan ga je je zo rijk mee voelen. Voel je dat ook? Want dat wijdse in je hoofd, dat kan dus ook in de liefde. Alleen jullie zijn echt geneigd om dat op de aarde neer te zetten. En ik zeg, oké, als je die balans aanmaakt, net als een lekkere saus, waar ik niet zo goed in ben. Weet je wat saus bij mij is? Kwark met sambal doorheen. Dat is saus voor mij. Heel weinig calorieën. Ja, zo denkt mijn hoofd. Als je dus emotioneel die balans aanmaakt, kijk eens wat er dan komt. Je eigen element. Nou, niet je eigen element, maar het element waar je zo goed in bent op het ogenblik. Je kan die voorspoed dus heel erg manifesteren. Dat kan je als de beste. Maar wat je een beetje eng vindt, is het over-emotionele van. Het is een beeld, hè? Het is dus een schaduwzijde, het is een aanname, het is gedachten van die over-emotionele mensen die jou niet dat kunnen geven of brengen waar je zo naar verlangt. Laat maar zitten, denk je dan. Laat maar zitten. En ik zeg, lieve schat, als je gewoon eens een keer dat oude durft op te blazen, uit je eigen comfortzone komt. Stepping down from your high horse, zou ik bijna zeggen. Ja, echt waar. Beetje streng tegen je. Dan is daar dat geluk. Maar het gaat nog veel verder, hè? Dan is daar die overvloed. Dan is daar die weelde voor je. En kijk eens wat er dan komt. Ja hoor. Totaal verliefd op jezelf. Totaal verliefd op het leven. Totaal verliefd op het universum.
dat je zoveel emotionele blessings geeft. Dit is een grote nieuwe liefde. Echt waar. Zo voelt het echt. En ik snap dat dit natuurlijk niet voor alle watermannen kan resoneren van de hele wereld. Zou het een verdieping... Ik wil even een extra kaart trekken. Zou het een verdieping kunnen zijn op een bestaande relatie? Dat kan natuurlijk ook, hè? Maar even kijken of dat zo is. Het is makkelijk te zeggen, weet je zo. Pleasure. Ja hoor. Nieuw hervonden sissel met elkaar. Kan ook dus. Dat gaat je het gevoel geven van een jongeling. Spannend. Al die nieuwe dingen. Maar ook het aardse genot met elkaar vinden. De schoonheid van het aardse genot. Ik was net buiten en zag ik al... ik weet, het is van de buren. Het is een witte magnolia. Die is zo'n heerlijke geur. En die knoppen die zijn al groot. Ik weet dat het van het weekend gaat vriezen. Dus ik heb zoiets al. Einde van de week ga ik ook een weekje op vakantie. En er zijn mensen in mijn huis. Ik verheug me al op om die magnolia te zien. Genieten. Kijk. En dan heb ik hier eigenlijk het enige harde nootje in de maan, van deze maand. Die 10 van lucht is eigenlijk het helemaal anders doen. Het non-conformistische statement neerzetten. En je bent bang, die 5 van aarde, dat je schaarste op gaat leveren. Want je wil zo graag dat doen wat je zo goed altijd hebt gedaan met je beschermingsmechanisme. En dan zeg ik, relax, relax. Je hebt je eigen grenzen, er is niks aan de hand. Als je iets niet fijn vindt of iets niet wil, kun je altijd zeggen, stop. Jullie zijn in je element in maart. En heel veel signs niet, hè? De 9 van vuur. Ergens echt voor staan. Het moet en het zal. En dit kan zowel een man als een vrouw zijn. Vurig. Trouw. Loyaal. Confronterend. Recht door zee. Hupsakee, hoe zit het ermee? En in de vorige reading van de steenbok zei ik, nee, jullie zijn het zelf. En ik zeg, nee, er is een invloed die op je afkomt. En daar met passie naast gaan staan. Echt kleur bekennen. Want het is een divine intervention op het gebied van de liefde. Zo ga ik jullie reading ook noemen voor maart. Divine intervention of love. En ontvang het. En heb daar vertrouwen in. En als het er nog niet is, dan staat het om de hoek. En inderdaad, al ben je 25 jaar bij elkaar. Als je elkaar weer kan hervinden. Opnieuw verliefd zijn. Dus het vertrouwen. En daarna komt het weten. De liefde is er altijd geweest. Ik heb me alleen mijn rug er naartoe gedraaid. Het emotioneert me dat het er nu voor jullie is. Omdat ik weet jullie readings als geen ander. En er is heel veel over materie gegaan de afgelopen maanden. En ik zeg,
Ik zou bijna zeggen, en zo het is, en zo het is, en zo het is. Het is er al, het is al gebeurd. Je hoeft alleen nog maar dat mooie hart van je te openen en door die deur heen te stappen. Je komt totaal in je eigen kracht. Ze is totaal de queen of de king of haar eigen universum. En wat doet het leven dan weer? De Sixth Horror, die brengt je een liefde. En deze kaart kan betekenen een liefde voor iets, maar volgens mij is het echt. Jullie hebben van alle tekens, ik hoef er nog eentje, de vissen. Jullie hebben de love reading. Normaal gesproken blijf ik daar een beetje vandaan. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb zoiets van, ja, ga ik dat een beetje zitten vertellen aan jullie? Grappig, hè? Ik ben daar bijna te beleefd voor, zou ik zeggen. Welke engel heb ik voor jullie? Oh, wat fijn. Die heb ik nog nooit getrokken. Adibiel. Nou, ik zie al dat ze een donker en een lichter steen in haar handpalm heeft. Ik weet echt niet wat ze wil. Alleen voor mij voelt zowel het donker als het lichte fijn. Je ziet het ook terug in de vleugels. Gaan we eens even kijken. Het staat niet op alfabet, dus bear with me. Abia. Mooie maand, lieve watermannen van me. Abiel. You have chosen Abiel. His name means God is generous. The Archangel Abiel represents coherence, solidity, and fidelity. His gifts are essential for remaining steadfast in your decisions, assuming full responsibility. He helps us to uphold our values and not stoop to compromise that diminish the light within us. He also helps us to be ourselves, even when our surroundings change and we risk being overwhelmed. Kijk, en dat is weer echt een prachtige setup met je totemdier. Grenzen zijn heel erg belangrijk. Omdat jullie op een nieuwe manier dat verlangen voor een soulmate en oprechte liefde jezelf toe gaan staan. En in die kwetsbaarheid heb je gewoon wat grenzen nodig. En dat kan ook heel zacht, hè? Want de grenzen leg je voor jezelf neer, niet voor de ander. Nou, lieve mooie watermannen van me. Ik hoop dat je ook een keer een kijkje neemt op mijn andere YouTube-channel, De Verlichte Vrouw. En dan praat ik over bewustwording, over schaduwzijden en ja, hoe je jezelf kan verlichten. Ik heb leuke interviews. Misschien vind je het leuk om een keertje naar me toe te komen in het Echi. Ik heb weer plek vanaf 21 maart. En anders zie ik je gewoon in april. En laat even weten hoe je deze nieuwe vorm vindt. Met al mijn liefde.